Yes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we een obstacle run hindernis bespreken. Hij komt tegenwoordig ook wel eens wat vaker voor in de survival run wereld. De rig. De rig, dat betekent met de stokjes en dan met ringen pak je hem verder. Nou, we hebben een aantal technieken. Techniek 1. Door juist gebruik te maken van de zwaai, kan je op het dode punt elke keer je handeling doen. Ben je net te laat, dan wordt het steeds moeilijker. Ben je te vroeg, dan mis je gewoon zwaai. En dan kost het je ook weer kracht. Wat je moet doen, is als je hangt en je zwaait heen, dan pak je hem verder, zwaai je terug, sluit je aan. En dan zie je al dat mijn lichaam meer zwaai kan maken om weer door te pakken en zwaai ik terug, bij te sluiten. Nou, dat is gewoon een kwestie van ritme. Oefenen, oefenen, oefenen. Tweede techniek. Moet je wel even kijken of dat kan, want als de stokjes recht zitten, dan kan het nog wel eens zo voorkomen dat je er van af kan glijden. Zitten ze iets omhoog, dan is het toch wel wat fijner. Hierbij lijkt het alsof je een soort monkey bar pakt. Dus vanuit hier doorpakken, doorpakken. Alleen je moet net even met de ringen er omheen slaan. En deze kan je dan wel weer goed tikken. Deze moet er weer omheen. Ook hierbij zorg je ervoor dat je op het dode punt, en omdat je nu voor en achter gaat, dat je op het dode punt achter loslaat en het dode punt voor doorpakt. Dode punt achter loslaat en het dode punt voor doorpakt. So far, the rig. Hopelijk hebben jullie hier wat aan. Voornamelijk op souplesse doen en nooit op kracht. Veel succes!